150 heipalen, 2000 kuub beton en 225 ton bewapening. Dat is een mooi uitgangspunt om 5 windturbines op te plaatsen. Naast mij directeur wind op land van Eneco, Katja Lange. Van harte proficiat met de opening van dit windmolenpark. Ik heb het idee dat u wel een beetje burgemeester kunt worden met al die openingen in Nederland. Nou, ik ben heel erg trots op dat ik weer een windmolenpark mag openen. En vandaag dan toch in Reusel ook weer bijzonder. Stiekem ook, want hij staat bij jullie achter in de tuin eigenlijk een beetje. Stiekem een trappetje opklimmen of een beetje spelen hier? Ja. Of, ja. En heb je er last van ook? Hoor je hem als hij s'nachts draait? Ik hoor hem wel, maar ik heb er geen last van. Je hebt er geen last van? Of heeft je papa gezegd dat je moest zeggen dat je er geen last van had? Nee. Heel goed. Nou, volgens mij kun je mooi spelen hier in de buurt. Er staan nog geen tekeningen op, of mag dat ook niet? Ik zou een mooi opperschilderen of zo. Ja, hand op de knop, maar nog niet duwen. 3, 2, 1, go! Ik zeg het heel voorzichtig, het is de opening met een heel klein zwart randje. Ja goed, dat blijf je natuurlijk houden. Hè? Waar je en wat voor initiatief je ook wilt ontplooien, er zullen altijd mensen zijn die het niet omarmen. En dat hebben we hier ook. Je hebt een klein percentage in onze gemeente die anders denken over of over windmolens, of over de locatie. Dus of over de afhandeling omtrent issues die zij hebben ten opzichte van dit windmolenpark. Dat is zo. Het zal nooit zo zijn, of het zal bijna onmogelijk zijn, laat ik het een beetje nuanceren, dat we echt iedereen 100% daarin meekrijgen. Het Nivea-principe, niet in mijn voor- of achtertuin, ja, die krijg je niet mee. Maar we moeten wel zorgen dat de overlast voor alle mensen tot een minimum beperkt is. Ik las dat er nog 58 van die grote jongens bijkomen in Zuidoost-Brabant. Waar komen die te staan? Nou, Brabant heeft grote ambities, maar met name in West-Brabant. En wij hopen echt dat ook inderdaad Zuidoost-Brabant toch wel meer aan windenergie wil gaan bouwen. Want als je ook kijkt naar dit windpark hier in Reusel, dat geeft aan dat het ook hier in deze regio mogelijk is om duurzame energie met windenergie voor elkaar te krijgen. Ja. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Want die 5 grote jongens die leveren 10 megawatt, heb ik begrepen. En daar kunnen 7400 huishoudens van stroom in worden voorzien. En hoe zit het dan met de rest? Met de rest van de huishoudens hier in Brabant. Nou, hier in Reusel met name, in deze omgeving. Nou, hier in deze omgeving doet het windpark natuurlijk al, eigenlijk alles. Dus dat is hartstikke mooi. Alleen in deze hele regio zijn nog veel meer gemeentes die ook mogelijk duurzaamheidsambities hebben. En windmolens dragen daar zo hard aan bij. Dus het is belangrijk om dan samen met elkaar te kijken hoe je die windenergie dan voor elkaar kan krijgen. Ja. Maar nou gaat die belangengroep geen windmolens in Reusel, gaat zich niet meer richten op het informeren van mensen in onze omgeving over wat de windturbines doen en wat eventueel gevaren zijn. Maar ze gaan de gemeente aansprakelijk stellen. Ze zeggen gewoon, wij gaan die dingen slopen, al zal het ook heel lang duren, maar ze gaan weg. Dat is krasse taal. Dat is krasse taal. Nou, goed, we weten dat er nog een paar procedures lopen. Het gaat over het flora en fauna gebeuren. Daar is op 2 juni de volgende zitting voor. Er is bij de bezwarencommissie is er nog een procedure over de hoogte van is die nou te hoog of niet te hoog ten opzichte van het maaiveld gerealiseerd. Nou, die zaken die lopen nog. Wij hebben er alle vertrouwen in dat goed komt. Zij hebben er ook alle vertrouwen in dat zij het gaan winnen. Nou goed, laat het recht zegevieren, zal ik dan zeggen.